8 leden van de jury en andere aanwezigen. Wij debatteren vandaag over de stelling: de pensioenleeftijd moet 65 jaar blijven. Als oppositie zijn wij hierop tegen. Wij hebben daarvoor de redelijkheidsargument, het economisch argument en het gesteldheidsargument. Maar ik wil eerst graag even terugkomen op de argumenten van de propositie. Zij hadden namelijk het jeugd is de toekomst argument en het verdiende rust argument. Het jeugd is de toekomst argument hield in dat de jeugd meer kans moet maken op banen en de ouderen hier ervoor de plaats moeten maken. Want de ouderen die snappen de technologie minder goed. Er moet een frisse wind over de vloer, heb ik gehoord. En oudere mensen kunnen minder hard werken dan jongeren. Maar oudere mensen zijn, geachte jury, goed in hun ding. Zij hebben vaak hier al jaren ervaring in. En daarom denken wij dat zij dit 2 jaar nog prima volhouden. Omdat hun gesteldheid ook nog prima mentaal en fysiek goed genoeg is. Ook hadden zij het verdiende rust argument. Ouderen die willen hun eigen ding gaan doen, die willen graag tijd aan hun kinderen besteden. Prima, maar wat is nou 2 jaar? Ze hebben zoveel jaren werkervaring. Als ze nou echt graag die rust willen, dan is er altijd nog de fut. Daar kunnen ze altijd nog zelf voor kiezen. Wij hadden onze eigen argumenten, het redelijkheidsargument, het economisch argument en het gesteldheidsargument. Het redelijkheidsargument hield in dat jongeren die nu jong zijn, moeten nu betalen voor de mensen in de AOW. Maar dit is toch onredelijk, geachte jury. Als deze jongeren zelf later oud zijn, welke mensen gaan dan hun AOW betalen? Verder hadden wij het economische argument. De staatsschuld is alleen maar gestegen. De oplossing is daarvoor, de belasting moet omhoog. Oudere mensen die krijgen, als zij geld verdienen, zullen zij ook belasting betalen. Dus zal de staatsschuld met elkaar minder worden. Klaar. Ja, toch? Ja. Nou ja.